Minister Asscher die wil van elke Nederlander een financieel dossier hebben. Of de regering. Ja. Wat vindt u daarvan? Nou, daar ben ik niet voor. Nee. En waarom niet? Nou, nee. Privacy. Ja. Ja. Maar is het ook niet zo dat ze eigenlijk alles al van je weten? Nou, dat denk ik ook wel. Ze kennen alles zomaar nazien bij de Belastingdienst. En, ja. Dus dat dossier is onzin? Ja, vind ik wel. Als ze het willen weten, dan kunnen ze het wel uitzoeken. Ik vraag me af wat ze ermee moeten. Controle? Wie moet er wat mee? Nou, dan weten ze precies van elke Nederlander wat hij heeft. En wat levert dat op dan? Ja, dan kunnen ze misschien makkelijker belastingen innen. Dat kunnen ze nu toch ook al? Ze weten toch alles al van je? Ja, dat hoor ik niet. Ik weet dan niet precies wat het verschil is. Nee. Nou ja, de gegevens. Een medisch dossier, dat vind ik van algemeen belang. Ja? Als je dus iets overkomt en je komt in een vreemd ziekenhuis terecht. Ja, dan kunnen ze gelijk weten dat je ergens allergisch voor bent of wat dan ook. Maar je financiën, ik heb geen bedrijf. Nee. Dus dan zou ik niet weten wat ze particulier met mijn financieel dossier zouden moeten. Oh ja, want de Belastingdienst, die weet dat allemaal precies al. Ja. Dus dan snap ik het verschil niet. Minister Asscher en de regering die willen eigenlijk van elke Nederlander een financieel dossier hebben. Wat vindt u daarvan? Oh jee, moet ik even over nadenken. Ah, dat mag ook. Geen idee. Ik krijg niet zo'n mening over op dat moment wat ze daarmee willen. En ook dat is mijn eerste vraag. Hè? Ja. Dus ik moet ook zeggen dat ik daar niet helemaal van op de hoogte ben. Maar stel, als ze dat willen, zegt u nou ja, dat maakt mij niet zoveel uit. Ja, ik vind het wel belangrijk dat ze weten wat ze mee willen gaan doen. Als ze goede dingen daarmee doen, dan... Ik heb mij niet zozeer tegen gelijk het privacy stukje of zo. Dat denk ik... daar ben ik niet heel bang voor. Maar als het maar een doel heeft. Ja, het is misschien met het nieuwe belastingstelsel makkelijker. Ja, het zou kunnen. Ja, als het de bureaucratie ten goede komt, hè. Dus dan zou ik hem al kunnen voorstellen. Minister Asscher en de Partij van de Arbeid die wil van elke Nederlander een financieel dossier hebben. Wat vindt u daarvan? Hij mag bij mij eerst komen, want ik heb geen een. Ik heb helemaal geen financiële toestand. Ik heb geen geld. Nee, maar wat, dat kan. Dat dan voor mij eerst eentje bouwen. Nee, wacht even. Een potje geld, dat praat mij verder. U praat als een politicus, heel snel. Nee, ik ben politicus. Ja, nee, maar goed. Maar wat vindt u van het idee? Van dat ze weten van elke Nederlander... wat hij aan vermogen heeft. Financiële dossier. Weet ik niet. Op de markt zijn geen... hoe heet dat? Situatie dat is nodig. Nee, maar ik heb het nou eventjes over het algemeen. In zijn algemeen. Het is afgesloten. Oké, nou. Dat was hem. Vind ik niks. Waarom niet? Want ik heb ook helemaal niks met die politiek momenteel. Nee. Maar ook niet dat ze dan... dan weten ze natuurlijk wel alles van u. Ja, daarom. Dat is ook niks. Ook niet? Nee. Nou, ik denk dat ze het al hebben. Hè. We staan bij de belasting wel redelijk onder papier. Ja. Dus ik denk dat dat een beetje een zinloze actie is. Ja. Geloof ik echt. Ja, maar toch komt er wel weer verzet op. Hè. Maar u zegt wel, nou ja, ze weten toch alles al. Ja, ik denk niet dat er iemand bij de regering, nou niet iedereen natuurlijk, maar ik denk dat men wel weet wat mijn vermogen en mijn geld is. Of ik moet weggesluisd hebben naar Zuid-Amerika of zo. Maar anders dan, ik denk dat ze alles al weten. Dus ik denk een beetje een proefballonnetje waar nergens op slaat, denk ik. Nee. Nou, toch komen ze er weer mee, hè? Ja, maar ja, dat is politiek, hè? Ja. Je moet af en toe even in schijnwerpers en straks heb je weer verkiezingen. Dus iedereen moet weer even wat zeggen, hè? Ja. Minister Asscher en de Partij van de Arbeid, die wil van elke Nederlander een financieel dossier hebben. Wat vindt u daarvan? Moeten ze maar niet doen. Lekker. En waarom niet? Dat niet? Ik vind het heel privé. Ja. Dat is voor onszelf, persoonlijk. Maar dan weten ze precies hoe elke Nederlander voorstaat. Ja, misschien heeft dat zijn voordelen, maar ik zou het niet prettig vinden. Nee. Laat ze het maar niet doen. Nee, nee. Mooie handen af van ons eigen privé. Ja. Ja.